Welkom in Aalten. Welkom bij de Global Goals Meetup. We zijn hier in het Christelijk College Schaarsvoorde. En wat past nou beter bij een dag die gaat over de doelen van de toekomst, de werelddoelen van de toekomst voor mens, dier en natuur, dan een school waar we met de toekomst bezig zijn, waar we de toekomst opleiden. Wat moeten we nou hier binnen doen voor die wereld van 2030, dat die er wat mooier uitziet en dat we die doelen die voor 2030 zijn gesteld, dat we die gaan halen. En wat voor steentje kan de gemeente, kunnen de lokale overheden er nou aan bijdragen? Alle 123 gemeenten die zich op een of andere manier inspannen om bijdrage te leveren aan die Global Goals, bij elkaar zijn, elkaar inspireren, voorbeelden uitdelen. En dat doen we vandaag op een school en samen ook met de leerlingen. We gaan straks ook Aalten in en we hebben een aantal deelsessies waar we kennis kunnen delen en weer van elkaar kunnen leren. We zijn net met een groep deelnemers bij Zonvarken geweest, een duurzaam en innovatief varkensbedrijf. Die met allerlei nieuwe technieken op een duurzame manier mest weten te scheiden, waardoor dat veel beter voor het milieu is. We zijn er naartoe gegaan om te leren hoe we op nieuwe manieren aan duurzaamheid kunnen werken en hoe gemeenten daar ook een rol in kunnen hebben. Het was een mooie dag. Er is weer heel veel voorbeelden gedeeld en heel veel energie. En ik denk dat we hiervan kunnen leren. Eigenlijk de grote vraagstuk, of het nou gaat om energie of het gaat om woningbouw. Uiteindelijk moeten ze een plekje krijgen in een gemeente. En hoe mooi is het dat we vandaag allemaal mooie voorbeelden hebben kunnen delen met elkaar. Nou, deze dag heeft weer een heel breed scala aan voorbeelden gegeven van allerlei mooie ideeën. En hoe gemeenten ook allemaal op hun eigen manier proberen vorm te geven aan die Global Goals in hun eigen organisatie. Ik vond het heel mooi om te zien hoe sommige gemeenten ook de gemeenschappen, de bevolking er en het bedrijfsleven bijvoorbeeld heel mooi aan meenemen. Dat was vandaag ook wel een mooi voorbeeld met zo'n school waar we nu hier zijn. Ik merk toch dat wij met z'n allen een beetje in een moeilijke periode zitten. En er is ook genoeg om je zorgen over te maken. En ik hoop eigenlijk dat we over 7 jaar denken, oké, we hebben een moeilijke periode achter de rug. Maar we hebben met elkaar gewoon mooie dingen gedaan. We hebben die wereld een beetje beter gemaakt. Nou, dat is wat ik hoop, dat we er over 7 jaar terugkijken en denken, oké, ingewikkelde fase achter de rug. Maar we gaan er weer voor.